middelbare scholieren staat morgen het eindexamen Spaans op het programma. En om ze een beetje op weg te helpen, zijn we naar het Spaans restaurant gegaan om een aantal vragen te stellen. Mevrouw Rosa, waar zijn we op dit moment? We zijn in het restaurant de Señora Rosa. U bent natuurlijk de quizmaster van de dag. Ik zal het even uitleggen. We doen 3 stellingen. En dan ga ik naar elke stelling vragen wat mevrouw Rosa nou precies zei. Mevrouw Rosa, laten we stelling 1 doen. Los españoles van a jugar bien. Dan is nu de vraag, wat zei ze eigenlijk? Was het antwoord A, Spanjaarden zijn goed in voetballen? Antwoord B, de Spanjaarden gaan goed presteren in deze zomer? Of antwoord C, Spanjaarden gaan graag op vakantie in deze zomer? Nou, stelling 1 hebben we nou gehad. Laten we verder gaan met stelling 2. En Lloret puedes beber y comer bien. Dan is nu de vraag natuurlijk, wat zei ze? Was dat antwoord A, in Lloret kun je lekker eten en drinken? In Lloret kun je lekker op het strand gaan liggen? Of antwoord C, in Lloret kun je beter niet komen deze dag? Goed, stelling 3. In España te lo pasas muy bien en el verano. Dan nu, antwoord A, Spanje is heel erg gezellig in de zomer. Antwoord B, Spanje is heel erg heet in de zomer. Of antwoord C, Spanje gaat failliet in de zomer. Maar dat hopen we eigenlijk niet. En de antwoorden zijn op vraag 1 B, op vraag 2 A en op vraag 3 A. En kijk voor meer eindexamenfilmpjes op www.ed.nl/eindexamens. Heeft u voor de eindexamenkandidaten Spaans een tip? Sí, practicarlo mucho, leer mucho y comunicar mucho. En wat betekent dat eigenlijk? Veel oefenen, veel lezen en communicatie. Oké, nou hartstikke bedankt voor de medewerking. Dank u wel.